Zetten we middenin een 3D printer revolutie. Wordt 2023 het jaar waar 3D printers ongeziene snijden kunnen halen, waarmee we heel snel kunnen printen. In mijn vorige video had ik het over de Creative K1 en de K1 Max, die zo goed als een kopie waren van de Bamboula P1P 1 en X1C. Ondertussen is er nog een merk die op de markt is gekomen, die ook snelheden daalt. Ik ga die met jullie bespreken. Ah, oh, shit. Here we go again. Hey, YouTube, welkom op kanaal. Welkom in deze groet nieuwe video. Mijn naam is nog steeds Kevin. En vandaag opnieuw een merk die op de markt is gekomen merk die al langer bestaat, weliswaar. Uh, Kidi 3D of Kidi Tech, ik uh, weet niet juist hoe ik het moet uh, benoemen of vernoemen, maar we zullen het hebben over de Kidi printers, de Xmax 3, de X-Plus 3 en de xsmart 3. Ik zei het al, het is niet zo'n gekend merk. Uh, het bestaat ook al, denk ik, 2014, dus het zit ook al langer in het roulement van 3D printers. Ik ken ze al eventjes al, maar ze hebben geen mooie print. Ze zien er zo heel cheap uit, zal ik maar zeggen. Als je ze ziet. Maar ja, we zitten midden in die revolutie. Midden in een oorlog. Waar iedere merk uh, met snelheidsprinters gaat komen. En ik denk dat dat gewoon de toekomst gaat zijn. 2023. Gaat gewoon een, een, een jaar zijn waar bijna alle merken gaan komen met snelheidsprinters. Um, en... Allemaal te danken aan Bamboo Lab, die eigenlijk met een toestel gekomen is op de markt uh, vorig jaar. Uh, die op hoge snelheid heel mooi kon printen en dat wil andere merken ook doen. Maar wat andere merken, maar, of ja, wat andere merken willen doen, is die prijzen normaal aanhalen. Want voor Bamboo Lab was er geen concurrentie, nu wel. Dus die prijzen gaan zakken. En ik ga jullie nu de uh, Kidi printers, de x 3, de X-Plus 3 en de x 3 voorstellen. Hier zijn ze dan, alle drie. Um, we gaan beginnen um, met misschien hun uh, kleinste taal, dat is Xmar 3. Dat is eigenlijk hun instapmodel in hoogsnelheidsprinters, het zijn allemaal XY-Core printers. Uh, dat is ook het beste dat er is om uh, snelle prints te kunnen halen. Met XY-Core, met de gewone uh, standaard FDM printer, wordt dat moeilijk. De bewegingen kunnen veel sneller gemaakt worden. Ik heb het in een vorige video ook al gezegd, XY core ga ik niet uitleggen um, hoe het juist werkt, maar het is, het is ingewikkeld, maar het is een heel mooi en nieuw systeem eigenlijk om te doen. De X-Smart 3 um, is het kleinste taal, is de kleinste printer die Kidi uh, Tech net op de markt heeft gebracht. Uh, kostprijs 499, echt ja, mooie prijs moet ik zeggen. Uh, ik moet wel zeggen, de printen worden maar uh, eind mee voorzien. Uh, maar goed. KiniTech x Mar 3. Uh, twee claim. faster faster speed, 500 mm uh, per seconde. Ongeveer hetzelfde als uh, de P1P en de X1 dus, uh, van Ze uh, Zit met dezelfde acceleratie uh, van kubieke seconde. Ja, SWAT. Ik weet niet meer hoe dat was. Ook een flow van uh, 30, um, kubieke millimeter, 30 kubieke millimeter per seconde, min excuses. Um, Bamboe Labs op 32 mm op zich, geen groot verschil. Uh, kleiner badge, 18x18x17, niet, um, niet zo groot. Maar het is een desktop model, het is niet zo groot. Ook iets dat um, de toekomst zal worden, dat is Clipper. Uh, bijna iedere printer die op de markt komt uh, ja, zal gebaseerd zijn op Clipper, zal Clipper hebben uh, ingebouwd. Uh, dat wordt klein beetje de vervanger van Marlin, die nu gekend is op bijna alle printers uh, die onder Marlin werken. Is Clipper nu de, echt, de volgende, ja, we zullen denk ik Clipper uh, als standaard hebben. Dat zal uh, vooral in 2023 het geval zijn. Korixwa uh, had ik al gezegd. High Speed Extruder, heeft ook een TMC2209 Silent Drive. Iets waar BumbleUp misschien moet aan gaan werken, want hun printers zijn totaal niet stil. Zij dat ze wel stil zijn. Ik heb al een paar reviews gezien van de Kiddie uh, printers en de mensen zijn er qua geluid heel tevreden van, zijn ze redelijk stijl. Ja, lightweight ook rods. Nu, ik heb gezien in bepaalde reviews dat die, uh, die carbon Rots zijn gekleefd. In het hier dus zijn ze niet vervangbaar. Mocht er iets mislopen, dat is misschien wel een nadeel. Direct drive extruder zit erop. Uh, mooie extruder. Uh, wat er ook op zit, net op de printer van de Creality of de Bambula printer, is uh, de resonantiecompensatie. Dat is een test dat hij doet voor te kijken op wat de trillingen zijn en als ze zich daarop gaan compenseren. Hier toont ze een voorbeeld van, uh, van de trilling die er zijn. Ehm... Uh, aan en uit. Hier staat het aan aan de rechterkant en zien we mooi dat er geen strepen zijn nu. Ik heb reviews al gezien ondertussen en ik heb gemerkt dat er hier en daar wat ghosting zag, dus werkt het of werkt het niet? Dat zal de toekomst blijken. Ik moet zeggen, de smart uh, versie uh, is puur op PLA gebaseerd, dus voor mensen die enkel maar PLA printen is deze wel interessant. Um, ja, als van hier een paar voorbeelden. Automatic leveling zit er ook bij. Alhoewel ik gezien heb dat je een kaartje zonder voor eronder te leggen. Het is niet 100% hetzelfde. Uh, maar je moet ook geen ZI aanpassen. Dus op dat vlak ook wel goed. Uh, flexibel cheat in uh, pay. Structured pay, vermoed ik. Uh, en werkt gewoon met Cura. Uh, met de Cura, de slicer. Welbekende slicer, dus... Voordeel, uh, het is compatibel. Heel veel mensen kennen Cura, dus het is heel gemakkelijk. Goed, we gaan naar de volgende. Even terug scrollen naar boven. We gaan naar de X, dat is het grote broertje van de smart, zullen we maar zeggen. Um, wat hier vooral de verschillen zijn, is dat hij iets uh, sneller is. Hij gaat naar 600 mm per seconde in plaats van um, 500 mm per seconde. Bad! Is 28 x 28 x 27, dus een, een stuk groter bed al. De plus heeft al een groter bed dan de P1P, dan de X1. Uh, ook een high -flow van 35 in plaats van 32 bij de X1. En de acceleratie van 20.000, dat blijft gewoon hetzelfde. Ze dus bleven met dezelfde firmware werken. Uh, de uh, clipper, korrexide terug, high speed extruder, bla bla bla. Dat is allemaal hetzelfde, enkel groter bed, sneller printen. Hij uh, ziet er een beetje anders uit. Uh, eerlijk gezegd, vind ik hem. Ik vind ze niet mooi een uh, printer. Ik vind ze heel futuristisch. Ik weet niet waarom ze dat doen. Het lijkt meer op die uh, desktops of mensen die met computers gaan modden. Uh, een beetje daarop. Ik vind het eerlijk niet mooi, ik maar gewoon een strakke printer. Uh, dus ja. Terug TMC 2209 uh, Silent Drive. Stille printer. Uh, terug die Carbon uh, Dat blijft allemaal hetzelfde. Uh, het verschil dat er een andere hotend ook uh, bij zit, uh, waar je tot maximaal 250 graden kan printen, want je kan gaan ABS printen, uh, PETG mee gaan printen. Het heeft ook een, um, dus de kamer, kan de kamer kan opgewarmd worden. Uh, dus weer een voordeel uh, bij deze printer: um, chamber heating. Hier staat er tot 60 graden. Dat kan ook je ja, je PLA en dergelijke gaan drogen erin. Dus wel heel makkelijk. Uh, en door die heat chamber ik heb je ook geen warping. In principe niet. Naar lang het, uh, het PLA en dergelijke. Resonance compensation. Allemaal hetzelfde. Dus op zich hebben we ja, dezelfde printer of de smart enkel in het groter. Uh, en heeft hij de mogelijkheid om warmer te gaan printen of andere materiaal te gaan printen. Want er zit ook een filter in. Um, er zit een filter in. Uh, voor de geuren en dergelijke voor de ABS. Ik heb jullie misschien wel een mooi voorbeeld eigenlijk voor de verschillen te gaan tonen tussen de Smart X Plus 3 en de X Max 3. Uh, X Max 3 met X Plus 3, het verschil is dat hij uh, een bed heeft van 32,5 op 32,5 op 32,5 dus dat is gigantisch groot. Nu als je de mate van de printer ziet, 55 centimeter dat is echt wel, uh, ja, groot. Uh, hij weegt ook 25 kilo, de X Max. De X3 weegt 19,5 en de XMart3 10,5 kilo. Dus een uh, klein verschilletje. Toch van de 25 kilo met de XMart3. Dat is wel een redelijk zware printer. 25 kilo, dus zorg maar ervoor dat je een tafel hebt waarop je op staat die stevig genoeg is. Um, printing speed, ik dus de, de Max3 en de Plus3 hebben um, een snijf van 600 mm per seconde. En de XMart3 uh, 500 mm per seconde. Uh, extruder flow 35 mm, uh, kubieke mm per seconde. Extruder temperatuur tot 350 graden, op tot 300 graden. Uh, en zoals ik zei, zit er een andere hotend bij de XMAX 3 en de X-Plus 3 Zit er een copper-alloy-nozzle uh, hotend uh, en dan zit er een, een met hardened steel zit er nog een met ja, voor mij de, de materialen die meer aanvaand zijn zoals ABS, euh, carbon fiber en dergelijke daar dan daarmee ga printen, best met die andere nossen gaan printen. Of uw nozzel gewoon, gaat er gewoon heel snel kapot van. De ruimte die kan opwarmen tot tot 65 graden, daarnaast was het 60 graden. Ik weet niet waarom. Uh, er zit ook een auxiliary uh, fan bij. Uh, mag ik een keer tonen van mijn vorige video. Ik ga dat hier liggen. Dat is de auxiliary fan. Die was even de P1PS. Ik heb die nog niet geïnstalleerd. Dat komt wel nog. Uh, maar deze zit er ook bij. In de x uh, max 3 en de x plus 3 waarom noemen ze allemaal en er met een x van voor um, klein verschil nog is het, het scherm 5 inch uh, op de plus 3 de max 3 smart driven een uh, schermpje van 4,3 inch um, sealprint dryer box zit erbij blijkbaar um, connection options uh, wifi usb uh, of internetkabel dat is wel interessant. Je kunt er de kabel in plug in plaats van mijn wifi te werken. Het zal sowieso iets sneller werken. Um, power 900 watt, 800 watt en 350 watt. 900 watt is wel. Maar dat zal wel waarschijnlijk op maximum. Hij is echt als op maximum gaan zetten. Want 900 watt is echt wel uh, een stroomverbruiker, hè? De meeste printers 400-500 watt. Hier zit je op 900 watt. Maar goed, ja. Uh Filamenten waarmee je kan printen op de hun grote printers zal ik maar zeggen, uh, ja PLA, PET, uh, carbon fiber uh, vooral carbon fiber dan ze voorstellen om mee te printen. En compatibel sowieso is ook het hebt, PLA, ABS, ASA, uh, PET, GTPU, uh, PET carbon fiber, pa 12 carbon fiber, uh, ja, noem maar op, uh, nylon als je dat wil printen. Obix Smart 3 Stel het voor om enkel maar PLA mee te printen, omdat die nozzle die ze mee leveren enkel geschikt is voor maar PLA te printen, uh, en met de andere nozzle, de hardneuzel, kun je kunt gewoon PLA, ABS, uh, ASA, PETG, TPU, uh, noem maar op mee printen. Maar geen heated chamber en geen filter, dus wel heel belangrijk voor de geuren en dergelijke. Goed verluchting als je maar ABS gaat printen, zeer belangrijk de z-acties gewoon, dubbel z-acties dat hebben we gezien, dat zijn deze hier even terug scrollen naar boven hebben we een foto dat zijn deze hier ja, beide kanten, twee z-acties maar, hebben wel je ziet er drie staan, dat zijn twee, gewoon rods, dus schroef met schroefdraad en dan zijn gewoon twee metalen, metalen buisjes, of twee metalen glijders vier in totaal, mooi. Um, voor de stabiliteit van de printer dus zeer interessant ik ben mijn scherm kwijt daar goed, dan terug naar de, het overzichtje uh, wat hebben we nog in het overzicht um, ja, sowieso allemaal CoreXY heel interessant om heel snel te kunnen printen Double Z axis Carbon Fiber uh, dus uh, Carbon Rods hebben we gezegd de X-axis um, Firmware Clipper, ik zei het al, Clipper wordt de toekomst. Clipper zal een standaard worden op de printers. Dat zal um, gewoon Marlin gaan vervangen eigenlijk. Clipper gaat gewoon een standaard worden op de printers, daar ben ik 100% zeker van dat dat gaat komen. Um, iedereen gaat er beginnen mee werken, dat zal ja, het worden: Clipper. Uh, printing Acceleration uh, 20.000 had ik al gezegd. Uh, accuracy tot 0,1 mm. Ik ken weinig mensen die op 0,1 printen, maar het kan. Um, automatic living hebben we het erover gehad. En zoek alle drie: uh, keramische heating core uh, extruder, dus een direct drive extruder, NOS diameter 0,4. Mogelijk van 0,2, 0,6, 0,8. Magnetisch bed, heel gemakkelijk om ook filament af te halen. Uh, Filamentdetectie, uh, resonance compensation zit erop, zoals de X1, uh, CNX1, de P1P. De K ones noem maar op, het zit er allemaal op. Eigenlijk terug een, ja, een zo goede kopie van de Bamboo Labs hebben we hier. Dat is eigenlijk een, een mooie kopie. Uh, iets goedkoper, ze gaan een goedkoper materiaal gebruiken. Dat zal ook wel uh, in de levensduur van de printer gaan, uh, gaan terugmerken. Het voordeel van de Kini-print en de prints van ik weet, het, weet ik niet, de Kini printers natuurlijk dat je met eh, verschillende programma's gaat kunnen werken dan ga je zelf een klein beetje gaan fine-tunen naar firmware toe, tenzij het ook allemaal gesloten is zijn, dat weet ik niet dus we zullen allemaal zien wat dat gaat geven in de toekomst ik uh, ben benieuwd ik heb al reviews gezien, er zijn nog mensen die met reviews bezig zijn ik uh, ben benieuwd, we gaan even doorgaan naar de X-Max 3, om af te sluiten op zich hebben we een iets mooiere printer dan de X-Plus 3 geef ik wel toe. Ik vind die iets mooier qua uitzicht. Die logo is er wel niet zo heel mooi van boven erop. Hij is groter. Het is een mastodont van een printer 50 centimeter breed op totaal. Dus niet het bed. Het bed is 32, maar het toestel is 52 centimeter breed. Dat is gigantisch groot. Uh, heeft een bed van 32,5 x 32,5 x 32,5. Je kunt er echt wel grote dingen mee gaan printen. Uh, dat is wel zeker interessant zijn voor mensen die Pakken of helmen printen en dergelijke dat zal al zeer interessante printers zijn. Ook de prijs is interessant. Dus ja, ik ben benieuwd nog meer reviews te zien van deze printers. Um, zou ik het zelf kopen? Nee, nee, het merk ken ik ook niet. Dus ik durf niet zeggen van het is goed of niet goed. Ja, dat zal de toekomst allemaal wel gaan. Ja. Even een keer kijken naar de prijzen, Een keer de prijzen gaan vergelijken. Um, dus we hebben een X Max 3. 1.159 euro. Normaal is in 1399. Waarschijnlijk zijn dat release prijzen nu. Uh, de X Plus 3 uh, 849 en de X 3 aan 499 euro. Mooie prijzen. Niet zo heel duur. Ja, dat zal de toekomst allemaal uitwijzen. Uh, wat Kiddy gaat worden op de markt. Uh, als ik nog meer reviews en mensen ga zien. Als hij blijft voorbij komen op YouTube en dergelijke, gaat dat misschien wel ik denk niet dat dat een... een... Ik denk niet dat Kidi een merk gaat zijn die echt iedereen gaat kopen. Um... Ja, we zien wel. Maar goed. Goed, ik ga deze video afronden. Ik hoop dat jullie wat hebben geleerd over ja, deze toch wel unieke printer. Ik vind hem wel uniek. Qua vorm, qua uitstraling vind ik hem wel uniek. Het is speciaal. Maar goed, ik ben geen grote fan. Mocht jullie nog vragen hebben, laat het zeker weten hieronder in de comments. En als jullie deze video leuk vonden, doe dan zeker op het duimpje. En vergeet zeker niet te abonneren. Ik zie jullie in de volgende video. Ciao.